Yo, boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. Ja, Pier 1 horloge en ja, praatvideo. Het is dus weer een praatvideo vandaag en nee, ik weet het. Ik maak tegenwoordig veel praatvideo's en ja. Hebben jullie de video van maandag gezien, waarin ik reageer op reacties? Ik ben echt blij dat jullie geabonneerd zijn op mij. Vandaag ga je misschien nog kijken naar TikToks, of misschien morgen, alleen misschien vrijdag, gaan we eens reageren op TikToks van mij. We zullen wel zien wat ik dan ga doen. Maar ik zit eigenlijk met heel weinig video-ideeën de laatste tijd. Dus maak ik heel veel praatvideo's de laatste tijd. Waarom maak ik veel praatvideo's de laatste tijd? Omdat ik heb echt geen idee meer wat ik de laatste tijd, de komende weken moet doen. Dus maak ik gewoon veel praatvideo's. Waarom? Omdat, ja, praatvideo's zijn tegenwoordig wel in, denk ik, op mijn kanaal. Misschien ga ik binnenkort nog eens een vlog uploaden. Maar dan moet ik echt veel tijd hebben voor te vloggen. Pakt een tijdspanne van een week en een half. Moet ik nog eens vloggen. Maar wat moet ik in die vlog gaan doen? Wat moet ik in die vlog behandelen? Moet ik in die vlog reactie een Q&A doen of zo? Of moet ik nog eens een Q&A doen? Waarin ik vragen van kijkers beantwoord. Kun je nog eens doen hoor. We kunnen echt vragen van kijkers beantwoorden in deze Q&A. Ja, we gaan een Q&A doen binnenkort. Dus laat hier in de comments je vragen achter. Ik ga ook een polletje plaatsen, alleen een vraag, een sticker plaatsen op een Instagram voor een Q&A. Ja, ik ga een polletje plaatsen op Instagram voor een Q&A. Ik ga een polletje plaatsen. Allee, een vraagsticker op Instagram. Voor een Q&A, ik ga een vraagsticker op TikTok plaat? Nee, TikTok gaat niet. Kan je op Facebook ook vragen stellen voor vragen voor een Q&A, want ik ben gewoon de laatste tijd. Ik heb geen ideeën meer voor een Q&A, dus. Maar voor geen vragen. Ik heb geen. Hoe moet ik dat zeggen? Ik heb geen idee meer voor een video, dus gaan we een Q&A maken. Ja, als we dadelijk, als deze video geëdit is en bewerkt is, alleen bewerkt is, gerenderd is en online gezet is, ga ik vragen voor een nieuwe Q&A. Ga ik vragen en vragen stellen voor wat willen jullie dat ik doe. Ja, ik ga gewoon een vraag stellen voor vragen voor de Q&A. Maar vond jullie deze video weer tof? Smash dan zeker die like button. Reageer, abonneer. En dan zie ik jullie guys in de volgende video weer terug. Reageer zeker ook hier in de reacties met een vraag voor de komende Q&A. Die gaat er volgende week komen. Dus stel vragen hier beneden voor de Q&A. En dan behandel ik ze zo snel mogelijk. Ik ben je boy, altijd Dylan. Ik zie jullie guys vrijdag weer een nieuwe video. Tot dan ben ik je boy, altijd Dylan. Ja, joe.